bepaald moment hadden wij een nieuwe besturing nodig voor een bestaande machine. En toen we die hadden geïnstalleerd, bleek dat daar een energiemonitoring en een machinemonitoring programma in verborgen zat. Wat wij hebben gebruikt om daar een eerste test mee te doen. En uit die gegevens bleek dat daar gewoon voordelen uit te halen waren. Zowel op energiebesparing als op monitoring van efficiëntie. In het begin dan ga je eens vragen van, nou, wat kost dat dan? En dan krijg je best wel hoge bedragen terwijl je niet weet wat daarvoor baten uit zouden kunnen komen. Vandaar dat we hebben gezegd, we gaan eerst met één machine beginnen, want het zit er toch al op. En toen bleek dat dat interessant was, zijn we gaan denken van, nou, misschien kunnen we dat eens uitbouwen. En zijn we een stapje voor stapje. Uiteindelijk dan heeft het ons ook wel dus 10.000 tot 12.000 euro gekocht. In totaal, maar dat is dan voor 6 machines. Dus per machine is dat nog niet eens zo prijzig. De batenkant die is uiteindelijk gewoon heel erg interessant gebleken. Dat is qua energiebesparing levert ons dat niet zo verschrikkelijk veel op. Dan praat je toch over 1 of 2% per machine. Dat heeft geleid dat wij dus wel één nieuwe machine hebben aangekocht die dus duidelijk zuiniger draait. Dat hebben we bij het begin van dit jaar gedaan. Wat wel interessant is gebleken, direct, is dat door het bijhouden van de efficiëntie van de machines er meer output is gedraaid. En dat heeft ons tot in de orde van 50.000 tot 100.000 euro op jaarbasis opgeleverd. Zo. Ik zou als eerste tip willen geven van begin klein. Hang niet gelijk heel je fabriek aan een heel ingewikkeld systeem wat je niet zelf begrijpt. Maar begin met één machine en ga daar eens naar kijken wat voor gegevens je eruit krijgt. Tweede tip zou ik geven, haal expert binnen. Laat het de eerste keer gewoon iemand doen die het voor je installeert, die alles uitlegt, de software installeert. En ga dan ook weer verder kijken.